Als een agenda te druk is en er is geen tijd om stil te staan, kun je het niet overleven. Je kunt niet alleen maar geven. Dat is onmogelijk. Op een bepaald moment heb ik het zelf gemerkt. Vorig jaar in september ben ik 5 weken in New York geweest in een schrijvershuis. Heb ik mijn dagen gedeeld met 10 mensen van 9 nationaliteiten. Dat was input genoeg. Omdat deze collega's van over de hele wereld mij vertellen van hoe zij schrijven of juist niet schrijven. En ik heb er ook 10 dagen aan toe kunnen voegen in New York City zelf. En op mijn eigen tempo, zelfs niet eens de stad verkennen, maar gewoon mijn neus volgen. Waar heb ik vandaag zin in? Vandaag doe ik het Guggenheim. En ik ga dat niet 2 uur doen, ik ga dat doen op mijn eigen tempo. En kijken hoe lang ik er blijf. En bijvoorbeeld 1 uur lang voor hetzelfde schilderij of voor dezelfde foto blijven hangen. En dan bedoel ik dat ik er van wegloop en terugkom. En nog eens terugkom en nog eens terugkom. Ik ben ervan overtuigd dat een schrijver op die manier in de wereld moet staan. Moeten. Een schrijver moet niks. Maar nog eens, ik denk dat met geven alleen een schrijver niet overleeft. Dus introspectie is absoluut nodig. Hoewel, terwijl ik het zeg, als je alleen maar nadenkt over wat je zelf denkt over de wereld, weet ik niet of het iets oplevert. Maar zolang je zelf niks uitspreekt, weet je zelf niet dat je die dingen denkt. Het is pas als je een gesprek aangaat dat je beseft, dit vind ik dus van de dingen. Dus introspectie is wel interessant. En nodig. Maar ik denk dat het vooral gaat om het toneelstuk dat je net gezien hebt en hoe dat is opgebouwd. En voelen, eigenlijk vooral met je buikgevoel weten hoe dat wel eens zou kunnen opgebouwd zijn. En dat op die manier, zonder dat heel concreet te ontleden, toch te ontleden. En hetzelfde geldt voor een schilderij, voor een videokunst, voor zelfs de stad die om je heen staat, of het platteland dat om je heen ligt, dat maakt mij niet uit. Maar dat je in elk geval wel bewust kijkt naar de dingen.